Hallo, smartlappen staan symbool voor tragische liedjes over eenzaamheid, verlaten vrouwen of kinderen, ongelukkige levens en de dood. En een liefst lekker treurig gezongen door artiesten als zangeres zonder naam Willy Alberti en Johnny O'Daan. Daarom kon hij in de hemel alleen bij De term smartlap was oorspronkelijk denigrerend, dus negatief bedoeld. Het waren tenslotte klagelijke, zeurende liedjes. Inmiddels is het een soort geuzennaam geworden met smartlappen festivals en smartlappen karaoke. En daarbij is het ook opgegaan in een breder palet van levensliederen en straatmuziek. Dit jaar verscheen nota bene het album Smartlap is niet dood van de Amsterdamse artieste Sophie Straat, die het genre een nieuw leven inblaast. Steek mijn kop in het zand, er is niks aan de hand. Pak je buur naar mijn bakfiets, ik heb al lang al gejalt. Ook in de literatuur zijn er smartlappen aan te wijzen. Ongelukkige levensgeschiedenissen die vaak over de grens van de geloofwaardigheid gaan met tranentrekkende tragiek. Als ik in de 19e eeuw een schrijver zou moeten aanwijzen als smartlappen-expert, dan kom ik uit bij Jacob Jan Kramer, een schrijver die bekend werd om zijn teksten, maar ook om zijn voordrachten. In deze video staan enkele van Kramers novellen centraal, die bedoeld waren om de lezer zo effectief mogelijk te raken. Jacobus Jan Kramer werd geboren in 1827 in Arnhem in een rijk welgesteld gezin. Hij werd opgeleid tot professioneel kunstschilder, maar blijkbaar was zijn liefde voor de literatuur groter, want hij begon te schrijven. Zijn eerste publicatie, de historische roman De Lelie van S'Gravenhage, was nog geen succes, maar de verhalen die later werden gebundeld onder de titel Betuwse novellen en over Betuwse novellen, had hij wel al snel zijn eerste successen te pakken. Het zijn korte verhalen met een dikke moraal over personages die in een Betuws dialect spreken en dan bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam gaan, zoals in het verhaal een Betuws landman met zijn zoon op reis naar de Amsterdamse kermis. Het is een verhaal over het contrast tussen stad en land. De stad waar alles zo duur en vies is en de Betuwse boer en zijn zoon kijken dan ook hun ogen uit bij zoveel zedeloosheid en ze uiten hun verbazing in hun eigen dialect. Hun hotelbed is zo zacht dat ze er niet van kunnen slapen en daarom gaan ze maar op de vloer liggen. Op dat ding kan ik in niet rooien, zei de Gerrit binnentredende. En met het ding zijn bed bedoelende dat de boer veel te zacht was. Nee Gijs, ik kom hier nog liever op de planken liggen. Dat element van het dialect was niet geheel onbelangrijk bij het succes van deze novelle. Want Kramer droeg zijn teksten ook voor door heel het land. En daarbij kon hij dus zijn Arnhemse afkomst en de taal uit de regio inzetten bij zijn schrijverschap. En ongetwijfeld zorgde dat voor vermaak. Halverwege de 19e eeuw is literatuur een uiterst sociale activiteit. Er zijn literaire genootschappen en vele verenigingen, rederijkerskamers waar men literaire wedstrijden organiseerde en teksten voordroeg. De vaardigheid van het reciteren en het declameren had dan ook een groot aanzien. Populair onder studenten was het handboek van de Groningse hoogleraar Lulofs. De declamatie, of de kunst van declameren of reciteren en van de mondelinge voordracht of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen. Het boek bevat beschouwingen, tips en zelfs voorbeelden voor hoe je het beste kon voordragen en met welke gebaren. Vooral bij het spreken in grote gebouwen en als men de stem sterk moet uitzetten, komt het op het in acht nemen van het juiste tijdpunt der rust voor de ademhaling zeer aan. Als je ademt vanuit je buik, kun je rustig en duidelijk praten. Jacob Jan Kramer was volgens zijn tijdgenoten een ware voordrachtskunstenaar die daar goed geld mee verdiende en die als een van de succesvolste uit zijn tijd beschouwd kan worden. Hij kon het Gelderse boerenbestaan levendig oproepen, aldus schrijver Gerard Keller. Kramer is dan ook een groot mensenkenner en in die tijd bezat hij de zeldzame gave om ieder te kunnen nabootsen. Niet enkel hun mimiek, houding, stem en gebaren, maar ook de geest hunner gedachten. Hij weet hoe de mensen zijn en dit heeft hij niet uit boeken, maar van de mensen zelf geleerd.
prachtig, te gek hoor. Ook uit krantenberichten uit die tijd, uit een in memoriam en zelfs uit een gedicht van de beroemde 19e-eeuwse dichter Nicolaas Beets blijkt dat de opvoeringen van Kremer alom gewaardeerd werden. Die optredens betaalden aardig, maar Kremer was daarnaast ook een gewiekste zakenman. Zo ging hij minder optreden en kon hij daardoor meer geld vragen. Later ging hij zelf voordrachtsavonden organiseren en moesten mensen vooraf een kaartje kopen. En zo werd zijn opbrengst nog groter. Maar omdat hij zo duur werd, zagen sommigen hem als een redenaar die de markt bedierf. Hij verpestte het zogezegd voor de rest. Maar Kremer doneerde ook aan goede doelen en gebruikte daarvoor zijn literatuur. Hij zette zijn werk in tegen onrechtvaardigheid en om een grotere sociale betrokkenheid van de lezer en de luisteraar te vragen. En daarbij kwamen de smartlappen, geschreven met effectbejag en grote contrasten, goed van pas. Zo streed hij tegen sociale ongelijkheid met zijn novelle Een Winternacht in 1854, waarvan de opbrengst bedoeld was om de armen te helpen. De tekst verscheen in hetzelfde jaar dat de armenwet werd ingesteld, waardoor de armenzorg voornamelijk bij de kerk kwam te liggen. En Kremer sloot met zijn tekst aan op deze actualiteit. Het verhaal beschrijft een avondelijke confrontatie op een koude winterse dag. En even klappen vast, het is vaak koud en winter bij Kremer. En deze confrontatie is tussen de rijke heer Bar en de arme bedelaar Kobus Knor. En terwijl de bedelaar helemaal geen kwaad in de zin heeft, voelt deze Bar zich wel bedreigd door de man, omdat deze hem wijst op zijn lekkere warme jas. Daarna spitst het verhaal zich op aan de hand van deze twee personages. De rijke Bar heeft een gezellige avond. Hij gaat drinken, eten en speelt om veel geld een potje kaart met een vriend. Deze vriend Wester en Bar vinden dat er eigenlijk helemaal geen armoede is en spreken zelfs over bedelgespuis. Ik ben er heel gerust op. In ons land bestaat geen gebrek. Je kunt nou zo braaf en christelijk denken als je wilt. En waarachtig, ik ben niet ongevoelig. Maar wat die dominees praten, altijd van geven en altijd van noten der armen, dat riekt vreselijk naar het communisme. En daar bedankt Wester hartelijk voor. Ik heb zelf vrouw en kinderen en dus basta. Ernstig kan ik ook zijn als het te pas komt. En dan zeg ik dat God voor ieder zorgt en elk zijn deel geeft. En wat hij beschikt, zal toch wel wijs en goed zijn. In het tweede gedeelte ervaren we dezelfde avond aan de hand van Kobus, die haast niets te eten heeft en veel moeite moet doen om een vuurtje te stoken voor zijn hoestende vrouw en vier verkleumde kinderen. En aan het eind van de avond sterft het jongste zoontje in de handen van zijn vader. Dood, dood, stoof hij de hut weder binnen, liep als een waanzinnige met het dierbare lijkje rond, kuste en kuste nogmaals het magere, verstijfde aangezichtje. En toen, ja, de man brak in een onstuimig wenen los dat akelig was om aan te horen. Ze hebben hem vermoord, mijn jongen, ze hebben hem vermoord, die rijke beulen. Kremer werkt met grote contrasten als arm en rijk, wel of geen eten, wel of geen vuur. En waar de rijken geen moeite doen überhaupt maar even te bidden voor het eten, laat Kremer zien dat het armoedige gezin, ondanks alle tegenslagen en tekortkomingen, wel in God blijft geloven. Geld maakt gierig, aldus dit verhaal, met de oproep om dus vooral geld te geven aan bedelaars en aan de armenzorg van de kerk. Het gedrukte werk Een Winternacht werd ondanks advertenties en het goede doel niet zo'n succes. Met het langere verhaal Arme Samuel uit 1860 bereikte Kremer wel een groot publiek en dat boek werd dan ook al snel vele malen herdrukt. Ook dit verhaal begint weer op een koude decemberavond, wanneer vioolleraar Samuel Stoppel treurt over de kansen die hij nooit heeft gekregen om een groot violist te worden. Zijn moeder is jong gestorven, later liet zijn vader hem enorme schulden na, zijn broer stierf en zijn vrouw Emma heeft hem verlaten. Hij trouwt een rijke weduwe en hoopt met haar kinderen te krijgen die hij dan de successen kan gunnen die hij zelf nooit heeft ervaren. Maar hun eerste zoontje Felix blijkt doofstom te zijn en er volgt een dochter Emma, maar Samuel had liever een zoon gezien en na de bevalling sterft de vrouw. En Kremer benadrukt de tragiek met de terugkerende woorden: arme, arme Samuel. Dan springt de tijd 7 jaar vooruit en heeft hij zijn dochter opgeleid en voorbereid voor haar eerste vioolconcert dat hij op de piano zal begeleiden. En zo wordt zij het door Samuel gewenste wonderkind. Maar echt vreugdevol wordt het niet, want de dag na het optreden sterft het meisje. Ze heeft zich letterlijk leeggespeeld. Hier heeft de wens van de vader om van zijn kind een ster te maken alles kapot gemaakt. Het is dus een verhaal met een les. En dit recht van een kind om kind te zijn zullen we straks nog
en een ander verhaal tegenkomen. Eerst gaan we weer naar een goed doel. In de eerste helft van de 19e eeuw was het haast gebruikelijk dat Nederlandse dichters bij een ramp, zoals bij de overstroming in 1825, een gedicht publiceerden waarvan de opbrengst dan naar de slachtoffers ging. Toen er in 1861 een watersnoodramp was in de Bommelerwaard, nabij Arnhem, waren er verschillende schrijvers die gelegenheidswerken schreven. Kramer, zelf afkomstig uit Arnhem en dus bekend met het overstroomde gebied, publiceerde het korte verhaal Op de Zolder, waarvan de opbrengst de slachtoffers dus moest gaan helpen. Het verhaal is vrij eenvoudig. Uiteraard is het koud buiten en het sneeuwt en boer Arie woont met zijn vrouw Hanneke en hun vier kinderen en zijn inwonende dove moeder in het getroffen gebied. Het water stijgt en dus gaan ze naar Zolder en daar krijgen ze het koud en de lucifers zijn nat, maar gelukkig drijft er nog een brandende stoof met hete kolen in het water, een soort voorloper van het gasfornuis, waarmee Arie vervolgens vuur kan maken. Vervolgens zet hij met dat vuur bijna de hele zolder in Hens. Deze man kan bijna goed doen. Een van zijn kinderen verbrandt ook de voeten. En er sterft uiteindelijk niemand. Althans, we weten niet of ze sterven, want het verhaal eindigt met een open einde. Arie Daalhof, Arie Daalhof. Wanneer gij nog leeft op die zolder, wanneer uw gevoel niet verstijfd is, op dan, op. Vlieg naar het venster, stoot het naar buiten of beuk de ruitjes aan stukken. Het doel van het open einde is opzichtig. Misschien zijn ze gestorven, maar misschien zijn ze nog wel in leven. En dan kunnen Arie en zijn gezin natuurlijk alle hulp van de lezer gebruiken. De oproep aan het einde van de tekst is dan ook dat men niet genoeg geld kan geven. Inmiddels heeft Kramer de status van bekende auteur. En daardoor kreeg hij ook kritiek op deze tragische novelle. Zoals in het tijdschrift De Gids, waar Hendrik Jan Schimmel het allemaal wel heel erg ellendig vond. Maar het is nog niet genoeg dat de koude snerp, dat een der kinderen begint te ijlen terwijl een ander bitter schrijt, dat de oude moeder door de koude bevangen achterover in haar stoel zakt en dreigt te sterven. Alle lopen bovendien gevaar om in de walm van een half verbrande wollen kous te stikken. Nog is dat alles niet genoeg, want er ontstaat brand. Nu is echter al wat menselijke ellende heet bijeenverzameld. Ook de bekende schrijver Multatuli, die een jaar eerder zijn beruchte Max Havelaar had gepubliceerd, had kritiek op Kramer en wilde het verhaal niet eens lezen. Zijn argument, het was toch allemaal verzonnen. Want ik vraag mij af, welke kleine plaats er overblijft voor waarheid in de harten der lezers, als er zoveel sympathie kan worden opgewekt door een verzinsel? Oh, die prostituerende en geprostitueerde kunst van de romanschrijver. Als de heer Kramer eenmaal, God beware hem, wens ik, een dieptreffende wond werd geslagen, zou niemand geloven aan de oprechtheid zijner smart. Twee jaar later, in 1863, schreef Jacob Jan Kramer zijn bekendste verhaal, Fabriekskinderen, bedoeld als voordracht en met een duidelijk maatschappelijk probleem, kinderarbeid. Ja, die kleine kinderen, keihard werken in de fabrieken en dan 12 uur per dag, hè, voor een hongerloon. Oh. Bent u daar zelf wezen kijken? Nee. Ik heb er een boekje over gelezen. Kijk, hier. Fabriekskinderen van Jacob Jan Kremers. Ja, het is verschrikkelijk hoor, wat daar gebeurt. Hij is er geweest in de fabrieken in Leiden. Hoe? Hij wilde de misstanden rondom jonge kinderen die in dit geval Leidse fabrieken werkten aan de kaak stellen. En alsof de schrijver zich de kritiek van Multatuli had aangetrokken, benadrukte hij daarbij dat dit de waarheid was. Dat hij zich had gebaseerd op wat hij gezien en gehoord had. Dat daar kinderen, natuurgenoten, zwakke kinderen, armelijk gekleed en ellendig gevoed, 13, 14, 15 uren daags moeten werken in een klein bestek. Kramer schreef de tekst in opdracht van een ingenieur die namens de overheid onderzoek deed naar kinderarbeid. De bedoeling was dat Kramer met al zijn voordrachtstalent de tekst zou uitspreken te overstaan van ministers en kamerleden. Maar er kwamen maar enkele kamerleden opdagen. Maar die paar zullen wel onder de indruk zijn geweest, want in deze tekst, in deze smartlap, schrijft Kramer op de toppen van zijn kunnen met herkenbare elementen. Er staat een gezin centraal en net als in het verhaal Een Winternacht breekt hij het verhaal op in twee verhaallijnen om het contrast groter te maken. En uiteraard begint het allemaal op een koude winterse dag. Daarnaast gebruikt hij veel retorische trucjes als een alwetende verteller en werkt hij met sfeervolle beelden. Maar stil, ik moet eenvoudig zijn. Wel nu, volg mij in de kleine woning. In de kamer die wij al aanstonds door de voordeur betreden, zou een volslagen duisternis heersen, indien niet de gaslantaarn daarbuiten door het straks genoemde venster enig schijnsel naar binnen wierp. Kramer haalt echt alles uit de retorische kast. Hij spreekt zijn toehoorders aan en hij laat ze nadenken over hun eigen kinderen als hij het meisje Saartje introduceert dat op 6 uur moet opstaan om te gaan werken
terwijl ze ziek is. Een hoofd, een gans hoofd is zij kleiner dan uw dochtertje. Dat in dit uur gezond, ja, met de rozen op de wangen, op het zachte kussen te dromen ligt en zo oud is als zij. Je moest toch een keiharder zijn als deze tekst je onberoerd liet. Die Kamerleden hadden ongetwijfeld zelf allemaal kinderen die niet hoefden te werken in een fabriek. Drie kinderen van de familie Zwarte met een alcoholistische vader die in zijn bed blijft liggen, staan in alle vroegte op en ze lopen vermoeid naar de fabriek om daar te gaan werken. Het gaat om Evert van 12 jaar oud, Saartje 11 en Sander 10. Onderweg valt Sander op de stoep in slaap. De andere twee blijven niet wachten en lopen door zodat ze niet ontslagen worden. Naast deze drie kinderen is een belangrijk personage in het verhaal de stoommachine die in de fabriek slachtoffers maakt en die Kramer door dat tekst heen laat dreunen en voor de luisteraar ook groots aankondigt. Wonderen spruit van genie en verstand, bedeeld met ontzettende kracht en rusteloze ijver, geboren de mensen ten welvaart en zegen. Stil, wie fluistert daar zacht en vaak ook ten moordenaar? Op de stoep achtergebleven Sander wordt opgepikt door een jonge, rijke student die hem in een bed laat uitslapen en hem lekkere broodjes en chocoladewater geeft. Terwijl Sander dus wordt gered, ligt Saartje diezelfde avond zwetend van koorts, dorst en met een pijnlijke keel in bed, totdat het niet meer gaat. En niemand hoort er. Na 6 uren strijd, dat laatste, dat allerlaatste zacht pijnlijke snikje. Het snikje dat klinkt als een dankbaar zoet vloeiend verlost. En daarbuiten, daar buldert de stormwind als met donderende weerklank. Vermoord! Vermoord! Is dat een smartlap of niet? Maar wie is er nu schuldig? In de epiloog legt Kramer de schuld bij de onbarmhartige ouders, maar ook bij de fabrikanten, om tot slot de verantwoordelijkheid zelfs bij de wetgevers en bij de koning te leggen. Ook hier lijkt de invloed van Multatuli aanwezig, want zowel qua vorm als qua taalgebruik met het aanspreken van de vorst komt de tekst overeen met de Max Havelaar die 3 jaar eerder was verschenen. De volledige titel van deze novelle luidt Fabriekskinderen, een bede doch niet om geld. En die ondertitel duidt op het moreel appel richting de wetgevers van de Nederlandse overheid om deze misstanden rondom kinderarbeid aan te pakken. De tekst van Kramer maakte indruk. De buitenwereld werd wakker geschud. Maar 7 jaar later moest de schrijver concluderen dat er in de praktijk nog maar weinig was veranderd. In het tijdschrift Het Vaderland riep hij de openbare mening op zich nog krachtiger uit te spreken. Pas in 1874 zou aan de hand van Kamerlid Samuel van Houten de kinderwet worden aangenomen, wat een verbod betekende op de arbeid van kinderen jonger dan 12 jaar. Daarmee is Fabriekskinderen van Jacob Jan Kramer een geslaagd voorbeeld van een literaire tekst die invloed heeft gehad op de Nederlandse maatschappij. Niet voor niets is deze smartlap zijn meest bekende en meest gelezen tekst.